Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, het is alweer bijna tijd voor de kerst. Dus wij gaan Breda in. Kijken of mensen de kerstboom al hebben staan. Heren, het is bijna kerst. Hebben we de kerstboom al staan? Ik niet. Nee. Nee, nog niet. Eerst Sinterklaas, dan kerst. Eerst het een, dan het ander. Juist, inderdaad. Sinterklaas gaat voor. Nee, nog niet. Nee. En wanneer gaat hij komen? Wanneer ik er tijd voor heb. Drukke student. Ja, zeker. Nou ja, vorig jaar moet ik wel zeggen, toen stond hij laat. Echt pas rond eerste kerstdag, maar hij heeft er wel tot 17 februari gestaan. Nee. En wanneer gaat hij komen? Rond kerst. Nee, meneer. Nog niet. Dat doen we pas 7 december. Eerst Sinterklaas wegwerken en dan de kerst erin. Ja, zo is het. En tot wanneer blijft hij staan dan? Na 6 januari. Over een paar uur zeker. Absoluut. Je gaat hem vandaag nog zetten? Absoluut. Ja, het moet. Het is bijna tijd. Bijna kerst, hè? Ja. Moet er wel bij. Waarom niet? Nee, ook nog niet. Nee, ik denk dat hij bij mijn ouders thuis 5 dagen voor de kerst komt. En bij mij een kerstlichtje ergens. Dat is ook gezellig. Ja, ook gezellig, hè? Ja, eigenlijk nog niet. Ik ben nog wel van plan binnenkort te kopen, maar... U moet hem nog kopen? Ja, we moeten nog halen. Nee, nog langer niet. En hoe lang zo voor kerst gaat u dat neerzetten? Al half weekje ervoor. Mooi op tijd. Ja, dat dachten we wel. Nee, ik moet je teleurstellen. Wij hebben nog geen kerstboom. En wanneer ga je hem neerzetten? Wanneer gaan we hem neerzetten? Na Sinterklaas. De beste kerstboom, dat moet ik wel zeggen. Is een beetje fake, maar... Dat maakt niet uit, dat scheelt stofzuigen. Precies. Ja, dat scheelt echt heel veel opruimen, jongen. Dat meen ik echt. Van al die jaren gewoon, al die kleine takken. Nee, niet meer. Nee, die heb ik niet klaarstaan, nee. En weet u wanneer die gaat komen? Absoluut, na Sinterklaas. Na Sinterklaas. Eerst het ene, dan het andere. Eerst het ene, dan het andere. Sinterklaas is voor de kinderen. En dan komen de grote mensen weer aan bod. Ook, ja. Jullie wonen samen? Nee. Binnenkort. Ja, misschien staat er nog één nep in de bering. Misschien dat we die wel nemen, maar... Nep is ook leuk. Ja, is ook leuk. Hoef je tenminste niet weg te gooien. Goed voor het milieu. Ja, precies. Breda Nu. Je weet het meteen.